Beste inwoners van de gemeente Hardenberg, mijn naam is Martijn Breukelman, wethouder in de gemeente Hardenberg en verantwoordelijk voor de omgevingsvisie. En bij deze presenteer ik u onze animatiefilm over de landstad Hardenberg, de omgevingsvisie van Hardenberg. Een nieuw platteland gaat in Hardenberg hand in hand met economische groei, bruisende centra, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen voor 100.000 inwoners uit de regio. Door samen te werken hebben we veel bereikt. De omgevingsvisie is het verhaal van Hardenberg, van plattelandsgemeente tot sterk streekcentrum. Centraal in Noordoost-Nederland. Een nieuwe periode brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Economische groei zorgt voor welvaart en welzijn. We hebben de ruimte. Daarmee onderscheiden we ons. We zijn goed bereikbaar, werken samen en kijken over grenzen heen. We ontwikkelen ons in de komende 20 jaar tot Landstad Hardenberg. In 2040 heeft Hardenberg 65.000 inwoners. De streekfunctie is nog sterker door het aantrekkelijke buitengebied en een sterk voorzieningenniveau. Onze economie is krachtig, duurzaam en concurrerend. Bij ontwikkelingen houden we rekening met de diversiteit van ons landschap. We zijn in balans. De landbouw gebruikt veel ruimte, maar ook boeren innoveren. Dat zien we terug in het landschap. Sommige boeren stoppen. Agrarische gebouwen krijgen een nieuwe functie. Onze vrije tijdseconomie is ons visitekaartje. Mensen gaan graag op vakantie in Hardenberg. Door slimme keuzes te maken voor natuur en landschap zijn we de regio van het gezonde leven. In Landstad Hardenberg is het goed wonen, werken en leven. Met een gezonde economie en ruimte. De centra van Hardenberg en Dedemsvaart zijn flink verbeterd. Maar we kopen veel online. Centra zijn veranderd van places to buy naar places to be. Alle voorzieningen zijn binnen handbereik. Dat zorgt voor kwaliteit van leven. Jongeren of gezinnen blijven hier of komen hier wonen. Omdat we groeien, bouwen we nieuwe woningen. Ook in de kleinere kernen. Daar zorgen we voor centrale dorpsvoorzieningen en goede bereikbaarheid. Samen staan we sterk. We kijken naar elkaar om en zijn trots op ons naberschap. Dat zorgt voor een gezonde leefomgeving. We hebben het goed met elkaar. De combinatie van ruimte en goede voorzieningen is onze kracht. Met bedrijfssectoren agrofood, innovatieve maakindustrie, toerisme en recreatie maken we het verschil. Ondernemers in de maakindustrie bundelen hun krachten op de IQ Boulevard. Samen met overheid en onderwijs werken ze aan innovatie en smart industry. Het is ook de plek waar bedrijven hun medewerkers kunnen omscholen of bijscholen. Onze arbeidsmarkt is in balans. Er is een baan voor iedereen die kan en wil werken. We zijn vlot en veilig bereikbaar. Met de auto, op de fiets, met de bus of de trein. Met de Vechdallijnen en de Neder-Saxe-lijn wordt station Hardenberg knooppunt Hardenberg. We zijn een duurzame samenleving. Met wind- en zonneparken wekken we onze energie op. Maar dit is niet voldoende en heeft grote gevolgen voor ons landschap. Duurzaam gas kan een oplossing zijn. We hebben onze leefomgeving aangepast op extreem weer. Met meer groen en ruimte voor water. We besparen energie, ook thuis. Want energie die we niet gebruiken, hoeven we niet op te wekken. Ook materialen en grondstoffen gebruiken we opnieuw. Afval is in 2040 een grondstof. Dit is Landstad Hardenberg. Het is ons verhaal voor 2040. Dat verhaal maken we samen.